We zijn lekker bezig, man. We knallen doorheen. Deze beest, spoorwegenbelasting, heeft niks meer te zeggen, man. Is ook niet thuis, maar goed. Het is wat het is. Als hij wel thuis was geweest, dat is ook sowieso gelukt, hou. 100%. Kijk eens aan hoeveel turrets er ook opstaan, man. Ik weet alleen niet hoeveel ammo erin moet zitten hier. Dat is wel een ding. Maar met die aantal hoeveelheden turrets, ik denk niet dat er heel veel ammo in zit, als ik heel eerlijk ben, man. Alleen doet heel veel pijn. Met zo. Het doet heel veel pijn. Ik kan letterlijk deze brug gewoon omhoog bouwen naar de base toe, man. Nou, dit gaat de goede kant op. Mensen, check jullie. Mensen, hebben jullie de G-Portal Giat al gecheckt, man? Damn, tijdens deze intense soapsessie, doe dat even. Check een linkje in de beschrijving. Dan kun jij je game server huren voor Ark, Minecraft, Conan Exiles. Maakt niet uit welke spellen jij speelt. Rust ook nog. Check het even uit, man. Claim je korting en ga samen met vrienden of met vreemden lekker een servertje bespelen. Altijd leuk. Kijk. Mooie timing, de turrets zijn leeg, soort van. Of ja, de heavies, de meeste heavies zijn leeg hier. Check het even uit, man, G-Portal Gia sponsort ons al heel lang en dat is fucking ziek natuurlijk. En jullie is ook mede dankzij jullie natuurlijk. Jullie zijn lekker servers aan het huren, man. Wat gebeurt er? Welke turrets schieten nog? Zijn er nog auto's die ertussen staan, man? Dat vind ik wel vervelend. Die moet ik langer soken namelijk. Oké, ja goed. Ik moet even healen, man. Laat ik dat gaan doen met onze vleesschnatser. Goed doet, vleesschnatser. Hallo. Hoppa, dat hield zo snel, jongens. En Deadon is echt ongelooflijk gewoon. Ah, maar ja, we zijn goed bezig, man. Gewoon deze raid, die poppen gewoon. In deze aflevering hebben we deze sowieso gereden. Moeten wel, man. En hopelijk valt er veel materiaal uit te halen, zodat ik echt mijn base even kan verdedigen. Ik heb 10 turrets binnen staan in mijn base. Dat is niet handig, maar we moeten wel even de triblok in de gaten houden ook. Oké, ja, maar dit is alles wat ik heb gesloopt. Line of Wyvern dood, spoorwegenbelasting van alles opgeblazen. Ik ben killed. Nee, oké, dat hoor je van mijn base defense. En na deze raid ga ik denk ik ook even naar Rudy toe, even kijken wat status daar is, man. Ik hoorde dat hij ook aangevallen werd. Mijn turret schoot er ergens om. Ik heb echt geen idee waarop. Een cannon of zo ergens. Argentina, Bro, worden nou Argentina's van het dak afgegooid? Is er nou wel iemand? Ik weet niet wat dat was, man. Ja, man. Er worden raketten geschoten. Ja, daar staat iemand, maat. Oh, nee. Nee. Ja, what the hell, gek. What the hell. Wel thuis. Nou, dan ben ik blij dat ik deze voorbereiding al heb gedaan, man. Ja, er zijn alleen maar 2 auto's die schieten. Die zijn nou ook leeg. I guess. Ja, gewoon steeds verder omhoog, man. Fuck it. Ja, als er een kanon bij wordt gezet, dan is er wel fucked up, man. Oh, ik word eraf geschoten. Ai, ja, dat dacht ik al. Die is bad. Dan moet ik toch even iets rustiger aan doen of even andersom draaien. Dat was een bombaklat daar, man. Oh, dit is kut. Kom hier, steenek. Kom maar, gek. Nee. Ah, hij heeft mijn Deadon ook al gesloopt. Ah, nee, wat irritant zeg. Ah, dat is wel echt heel irritant. Maar ja, dat is prima. Dan ga ik ook meteen even nieuwe turrets halen. Laten we dat gaan doen. Fuck it. Ik ga even iets meer uitbreiden met turrets, man. Deadonnetje erbij. Kom maar goed, man. Alleen dat was mijn vleesschnatsel, dat was wel mijn goede Deadon. Ik moet weer even zo'n Metal Gate contraptie gaan maken, zodat hij niet zomaar gesniped kan worden. En dat is toen. Heppa. Daar is Despot alweer. Ja, dat was een rookie mistake voor mij. Dat zat er aan te komen dat hij dood ging, man. Nou, Deadon zetten we hier neer. Zo, een onderknetter, man, die is gek. Vliegende stroom Kuba kan in zijn bal in principe. Oh. Nou, die is ook mis. Ja, laat hem maar lekker schieten met de kanonballen hoor, maakt me niet uit. Die kwam tegen mijn gate aan. Ik ben wel blij dat ik die gates mee heb genomen nou, man. Nee, je moet met de Soka uitkijken. Want dat is wel elke keer 900 damage op mijn bakkes. Kan dat ding gewoon snipen toch met een kei of niet? Oké, iets hoger nog. Zoiets. Nog eentje hoger. Nog eentje hoger. Nog eentje hoger. Nog eentje hoger. Auw. Volgens mij komen die stenen gewoon tegen dat ding aan, man. Ik weet niet. Ik weet niet wat hier gebeurt, maar... Is hij nou eindelijk kapot of niet?
Oh, hij heeft hem opgeraapt. Oké, ik denk ook gewoon voorwaarts. Even kijken in hoeverre dit gaat, man. Even kijken, oh, hij zet daar een turret neer. Of een cannon neer, man. Maar goed, laat hem maar cannon. Laat hem maar cannon. Geen stress, geen stress, geen stress. Zo, oh, ik dacht, waar is dat, man? Maar dat is een parachute. Kijk, wat gebeurt hier nou weer? Ja, veel is al leeg aan de vorige, man. Dus goed, hij zit er omhoog te grappelen, man. Maar voorwaarts dan werkt het best goed nou. Laat hij daar rechts? Hij staat daar rechts. Oh ja, hij gaat daar een kanon bouwen, man. Nee, die komen op mijn bakjes. Hij werd geraakt door mijn turret, man. Oh, lucky ass. Dit is heel goed. Alleen moet wel even terug, man. Moet healen. Nee, ik ga lekker healen, gek. Hoppa. Feels mate. Oh, zit hij daar te parachuten. Dat Deadon. Die mag niet neer, man, dat Deadon. Maar ja, succes, weet je. Dan kan je heel vaker vliegen. Ik ben alweer geheel met mijn Deadon. Ik heb alleen zelf geen sniper bij. Dat maakt het wel lastig. Let's get it, let's get it. Piggyman, ga maar hier staan. En dan gaan we weer soken, man. Het is weer zover. Waar staat het kanon nou? Omhoog! Ja, hoppa! Hoppa! Oh, 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 oh. Ja, laat maar komen, man. Laat me schieten met de kanon. Laat me schieten met de kanon. Au. Nee, ik moet niet alles op mijn bek krijgen, man. Maar dat doet heel veel damage. Oh, hoeveel ammo. Welke turret schiet allemaal nog, joh. Ja, dan gaan we healen. Ja, dat driedeltje moeten we even een paar keer opnieuw blijven doen. Totdat het allemaal gesookt is. Het wordt in één keer wel moeilijker als er iemand staat, natuurlijk. Argentina, hè? Laat me mezelf nog om killen. Verdomme. Oké, daar staat hij weer. Ik zag hem op het dak staan, man. Oh, is er nou zo'n legje of wat gebeurt er hier? Oké, okay, gaat kort, gaat kort. Oh, al die sound effects erbij ook, jongen. Oh, daar staat iemand. Daar links staat iemand. Hij probeert me eraf te snipen. Ik weet niet of dat lukt. Oh, die zijn wel kut. Maar volgens mij schoot mijn turret hem kapot. Ja, mijn turret schiet hem kapot, man. Dat is heel nice. Er is een boel zo extra. Ja, 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 ja. Ik moet alleen niet te lang blijven staan. Ik ben er weer bijna dood, man. Ja, omdraaien, healen, gaan we weer. Dit proces blijven we herhalen en herhalen. Nog een poging. Zo, daar komt in één keer iets aan, man. Wat wordt hier allemaal gebouwd, ouwe? Wat is dit nou weer? Probeert hij nou een soort van snipertoren te maken, dat hij mij van de bovenkant kapot kan schieten ofzo? Ja, lijkt er wel op, man. Het ziet er heel ongemakkelijk uit nog. Ja, die maakt me niet kapot door die turret. Ja, hij begint alweer minder te schieten, zo te horen. Ja, je moet er dadelijk even een rempje bijbouwen weer, denk ik, man. Er vliegt een draak, man. Au. Au, 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 au. Die wou ik niet tegen mijn kop aan hebben. Nou, nog een keer passive healen. En dan zullen we zo denk ik wel een keer binnen zijn, man, na deze passive healing. I guess. Ja, hij schiet al steeds minder, man. Of hij is bullets van achter naar voren aan het plaatsen, man. Dat zou goed kunnen. Ik heb iemand gekillt daar. Ga ik toch even kijken of de body niet naar beneden is gevallen. Perhaps. Is hier ergens? Nee, ik denk het niet. Ja, toch, dat moet het wel zijn, toch? Ik weet niet of ik die kan pakken, man. Als mijn turret het kon zien, dan kan ik het ook zien met mijn grapple, toch? Zou je zeggen. Nee, ik zie niks. Nou, ik zag wel iets. Hebben we deze aflevering nou trouwens alleen maar zitten soken? Alleen maar zitten soken en healen? Zeg ik dat nou goed? Ik durf niet met zekerheid te zeggen, man. Ik weet niet wat we allemaal hebben gedaan in deze sessie, man. Deze opname staat al lang aan in ieder geval, dat wel. Nou, daar gaat hij weer, hè, kanonnen. Zo! Oh, mijn Jenny, man. Mijn Jenny, ja. Niet dat hij heel veel deed, ik zet er gewoon even een nieuwe neer. Nou, die staat ingebouwd, mooi. Goede quickscope met je kanon.
I respect that, but ja. Nice try. Dan gaan we weer. Hop, recht omhoog, ren erin. Fuck die hitte, heatwave. Boeit me niks. Ja, dan komt hij weer aan met de kanon. Hopelijk eens een keer raakt die steen. Oh ja! Ik weet niet waar ik damage op deed, maar het was goede damage. Volgens mij ben ik een foundation aan het slopen met mijn keien, man. Ik kan die daar de kanon in ieder geval niet meer neerzetten. Yo bro, hoeveel HP heeft dat ding, gek? Ah, volgens mij is het kapot. Oké, top. Oh, hier kan ik wel even chillen, man. Oh, wacht eens even. Oké, Jos raak, maar die deed niks. Boeit me niet. Hij gaat weer weg. Ik denk dat hij me recht voor me neer gaat zetten, nou, man. Oh, dat doet nog niks. Lekker turrets. Doe je ding, turret. Er zijn er maar twee, man. Eén. Eentje die nog schiet. Dat is een autoturret. Nou, dan moet ik verder omhoog, man. Oké, dat is heel mooi. Dan ga ik even mijn rempjes pakken. Ik kan ook wel even een soort van wal pakken, misschien. Bro, ik ben legit bijna boven, man. Oh. Huh? Oké, nou ben ik helemaal verward. Welke turret schoot er nou weer om mij? Oh, die daar op de hoek. Check. Alright, man. Ja, dan moeten we die maar even gaan zoeken nog. Maar is goed. Mensen, dan zien we in de volgende aflevering van deze raid, man. We zijn lekker op weg. Kunnen letterlijk aan de boven lopen met de golem. Dus dat is very fucking big. Thanks voor het kijken. Tot de volgende keer. Peace.